ding, ding. Nou, dat is dus niet waar. Zoek het maar uit en boom, klap, het was het. Ga iemand hier zitten zieken? En ik heb niks met de buurman of de buurvrouw te maken. Het is net of je dan al de verleugenaar neergezet wordt. Ja, dan moet daar naar mij. Ik ga vandaag maar liefst 500 kilometer rijden om naar twee zaken terug te gaan. Ik ga via Leidschendam naar Hogeveen, naar Gorredijk. En het zijn twee totaal uiteenlopende zaken. Maar één ding hebben ze gemeen, ze zijn boos. Heel boos. Ja hoor, ik heb een pistool op zijn hoofd gehouden. Je tekent nu, anders krijg je die auto niet mee. Natuurlijk niet. Ik heb het idee dat er een, hoe zeg je dat, een gewoon aan de achterkant in mijn rug een mes gestoken is. Ik ben pissnijdig. De blaren staan aan mijn lip van de hitte. Ik ben gewoon kwaad. Hartstikke kwaad. Ik ga eerst naar de familie Meijer in Leidschendam. En zij hebben een leaseauto aangeschaft. Dus zij dachten, geen financiële pijn bij pech. Maar als ze na 3 weken al met een kapotte auto zitten, denken zij van, we gaan de reparatiekosten niet betalen. Maar de verkoper zegt, nee, je hebt geen leaseauto aangeschaft, maar een financial lease. Dus dat betekent eigenlijk een soort lening. Dus alle kosten zijn voor de koper. Ja, dit is dus de betreffende Opel Vivaro waar het om gaat. Qua uiterlijk niks mis mee. Een hele nette auto om te zien. Het leasemaatschappij gelooft je. En je denkt van, nou ja, ik heb nog nooit problemen gehoord over een leasemaatschappij. Dus je gaat ermee in zee. Na 3 weken begon hij te hakkelen en te stoten. Toen bleek dus dat de verstijvers zich zaten. En wij een goed gespecialiseerd dieselbedrijf opgezocht. Een offerte laten maken. Nou, dat was dus te duur volgens het leasemaatschappij. Dat kon allemaal goedkoper, want bij hun in de omgeving was alles goedkoper. Ja, goed, ik kan, op afstand kan ik niet bekijken wat er met die auto aan de hand is. Dus dan moet ik de auto naar Hogeveen hebben, waar wij een samenwerking hebben met een bedrijf. En dan zet ik hem daar neer. Ze kregen de verstuivers er niet uit bij het bedrijf waar die stond. Ze braken alle 4 de verstuivers af. Dus moest er een specialist van buiten afkomen. En daar zouden wij dus van op de hoogte gebracht worden wat het zou gaan kosten. Nou, meneer had zelf zijn beslissing genomen en zijn besluit door dat bedrijf in handen te nemen en een opdracht te geven. Wij kwamen op locatie waar dus de bus stond, bij de desbetreffende garage. En daar kreeg ik dus de rekening voor mijn neus geschoven. En meneer gaf ineens niet meer thuis, enkel met zijn arbeidsuren. Die rekening die was van mij en ik moest het maar even tekenen. Als je mij eerlijk vraagt, heb ik het idee dat ik zwaar ben opgelicht door het bedrijf Max Lease. Want ik weet niet beter als dat je bij een leasemaatschappij een auto haalt. Ja, dat je volgens mij, als je problemen hebt, zo terug kan bij de leasemaatschappij. En dat hun zorgen dat alles in orde komt. We hebben de mensen ook duidelijk uitgelegd dat ze een financial lease contract hebben. Financial lease, dat betekent niet meer en niet minder dat het een lening betreft. Mensen die hebben dus gewoon geld geleend voor het betalen van de auto. Ja, in dit geval zit ik dus met een wagen die weer niet goed is. Ja, en nog steeds niet goed is. Ja, en het kost me alleen maar klauwen vol met geld. En dan word je op deze manier, word je op z'n Hollands gezegd, gewoon genaaid. Nou, het spijt me zeer hoor. Als je dit een leasemaatschappij noemt, ja, ik heb er geen woorden meer voor. Dat zeg ik heel eerlijk. Fred is heel erg boos, maar Hans Hagen ook. Fred die wil gewoon niet betalen, daar komt het op neer. Hij koopt een auto zonder garantie, er komen problemen. En ja, uiteindelijk wil hij gewoon niet betalen, want hij wist op 14 december... Maar het spel wat hij nu speelt, dat hij bang is en dat hij het gevoel had van... ik zit daar gewoon niet prettig. Jessica, hij komt op 14 december die auto ophalen... terwijl hij op 4 december de rechter ingeschakeld heeft. Oh. Dus dan weet je toch al dat je niet betaalt. Dan weet je toch al dat je niet betalen wilt. Maar dat is natuurlijk wel waar, want toen jullie die handtekening... Nou, toen jij die handtekening zet, was je al aan het onderhandelen. Ja, dat klopt. En waarvoor heb ik dat gedaan? Nou. Ja, omdat ik op geen enkel telefoontje zowat... respons krijg. Van ja, Max van de, Lease? Ja, dan kreeg ik of het antwoordapparaat. Mm-hmm. Ja, nou, dan vroeg je vriendelijk, joh, bel even terug. Dat werd niet gedaan. Ja, meerdere mailtjes de deur uit gedaan, waar niet op gereageerd wordt. En toen had ik zoiets, ik denk, ik ben mijn hele bus kwijt. Het is een heel raar geluid wat hij maakt. Bij deze slang drukt hij ook de olie eruit. Ik denk, door de reparatie is er meer stuk gegaan. Rookt hij?
Ja, ik ook wel nu. En die is een beetje ook. Het is wel witter ook. Nou, hij wordt nou wat zwarter. Mijn advies is dat u zelf even rijdt. Dan voelt u precies wat ik bedoel qua en wat u hoort. Dan rij ik even mee. Oké. Ik vind het wel lekker rijden. De versnellingsbak is iets wat hoorbaar. De auto rijdt goed verder, hij rookt niet. Echt een slecht exemplaar is het niet. Abocars, die beter had moeten weten, is zelf gaan sleutelen en heeft bovendien het moeilijke werk voor veel geld uitbesteed. Ik vind het onredelijk dat de Meijer daarvoor financieel moet omdraaien. Getekend of niet. Ik zal daarom beslissen dat de Meijer wel moet betalen, maar niet meer dan dat hij kwijt was geweest als het bij Diesel Service Mulder was gemaakt. En dat komt neer op een bedrag van €1.343,10. Dat is mijn uitspraak en daar moet ik mee doen. Dank u wel. Ah, kijk, volgens mij is dat hem, die witte bus daar. Ja, Fredschi Tattoo. Daar staat hij. En daar staat hij volgens mij al heel lang stil. Dus ik ben benieuwd naar het verhaal. Kijk, en daarboven is volgens mij hun... Goedemorgen! Zal ik naar boven komen? Oh, jullie komen naar beneden, oké. Okay. Daar staat hij gewoon. Van buiten ziet hij er echt supergoed uit. Ik heb dus begrepen dat hij gewoon helemaal stil staat hier. Altijden. Goedemorgen. Hey. Hi. Hallo. Hallo. Nou, hi. Daar ben ik weer. Hoe lang staat hij al stil? Hoe lang staat hij al stil? Een aantal maanden. Een aantal maanden alweer? Ja. Want ik snap er niks van, want toen de deskundige had gekeken, meneer Anders, die zei van nou, de bus is gewoon in orde, is gewoon een goede bus. Ja, op dat moment wel, ja. Wat vindt u verder van de wagen? Hij is nu gemaakt. Ja, de auto, voor mij, gevoel, reed gewoon goed. Dus als ik nou tegen u zeg, wij gaan vanavond naar Parijs. Naar Parijs op meneer, we nemen dan geen koffer mee voor het hotel. Ja, dan gaan we met die auto naar Parijs. En we komen ook weer terug? Ja, zeker. Oké, okay, nou ja, dan gaan we terug. En pak hem weg een aantal maanden daarna. Hetzelfde heuvel. Weer precies hetzelfde. Weer precies hetzelfde. Nou ja, goed contact opgenomen. Netjes gemaakt. Wagen weer opgehaald. Kort daarna weer hetzelfde probleem. Nou. Ja, het end is nabij. Het end is nabij, ja. Ja. We proberen een shop van de grond te krijgen. Maar ja, goed, er is zoveel geld in de bus gegaan dat ook nog even op zich laat wachten. Oké. Okay. Helaas. Waarom heb je niet weer naar Henk Hagen gebeld dan? Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Hè? Dat weet ik nee, ik weet het eigenlijk niet. Misschien omdat je op dat moment de weg even kwijt bent, dat je het gewoon helemaal gehad hebt. Ja, dat je het niet meer weet wat je moet. Ja, dat lijkt me een vervelend gevoel. Ja, dat is een heel rot gevoel. Ja. Maar we gaan het wel oplossen. Ik heb Jochem meegenomen, die zit daar in die witte wagen. Daar gaat de bus op. En dan gaan we naar meneer Hagen en dan gaan we gewoon vragen van wat... Hij moet hem gewoon uit gaan lezen. Van wat is nou het probleem inderdaad. Met deze bus? We gaan jullie helpen. Nou, dat vind ik grandioos. Echt grandioos. Kijk. Ik dacht, ik zoek even iemand uit waar jullie waarschijnlijk wel met elkaar kunnen vinden. Hallo. Hi. Jochem. Ja, jullie gaan een heel stuk rijden met de bus. De muziekkeuze. Misschien, ik denk dat wel overeenkomt. Ah, dat gaat wel lukken. Dat denk ik ook wel. Frans Bauer, hè, zal het worden, denk ik. Ja. Zit je nou ook gelijk een beetje beroepsmatig naar zijn tattoos te kijken? Ja, ja. Ja, je ook valt er gelijk op. Ja, dit zit er inderdaad wel leer zo laten doorlopen. Nou, kijk. Dat mag je ook wel laten zien. Oh nee, hij is Nederland 1. Hij maakt wel indruk ook, toch? Ja, ik neem hem ook wel mee naar binnen. Gaat hij lekker? Ja. Klaar? Ja, dat ziet er goed uit.
Nou, we gaan de gedetineerde. Zet hem op, hè? Ja, ja. Dat is hem op, ja. Zo, hé. Hey. Goedemiddag. Goedemiddag. Hallo. Hey, Jessica, hallo. Hoe is het ermee? Hoi. Met ons gaat het perfect. Nou, dat was even... We hebben het overleefd. Ja, want verbaast het je dat we hier weer staan? Enigszins wel, ja. Ja, hè? Ja, dat had ik niet verwacht. Maar goed, de vraag is natuurlijk nu of er weer een verstuiver kapot is. Hè? Bedoel, hebben jullie dat weer laten... Nou, hij rijdt sowieso drie cilinders. Ja. Dus. Ja. Ja, okay. Wat, hij rijdt op? Drie cilinders noem je dat. En dat weet je, dat hoor je, hè? Ja, dat kan je horen. Dit wist ik dus niet, hè? Nee, dit was voor mij ook heel nieuw. Nee. Dus als jullie weer gebeld hadden, hadden we er gewoon weer wat aan kunnen doen. Bedoel, en dat is wat me dus nu eigenlijk een klein beetje overvalt. Van, hey, er is maar dat snap ik helemaal. Ja. En dat vroeg ik ook, van waarom hebben jullie dan niet gebeld? En dat, dat is gewoon misschien dat stukje wat je hebt, hè? Dat je niet meer weet hoe je, wat je moet en ja. Kijk, inderdaad, je had gewoon rustig met ons kunnen bellen. Ik bedoel, we zijn geen boemannen of wat dan ook, dus we zijn normaal met elkaar in ja, na de allereerste keer had ik toch een beetje een vreemd gevoel. En de tweede keer, je was er zelf niet. Het blijft bij jou een beetje wringen. Dus ik stel voor, laten we dat even afspreken, dat we gewoon gaan kijken. Want via de computer kunnen jullie precies uitlezen of het die verstuivers zijn. En dan praten we weer verder. Jochem, nou, je komt gewoon als geroepen. Hij mag eraf. Okay. Dat hoor je graag. Hij mag eraf en waar moet hij heen? Wat een vakmanschap, hè, Jochem? Precies. Oh. Een monteurshoesje in doen. Wat denk je? Hij loopt op drie cilinders, dus kan mogelijk wel een verstuiver zijn. Maar hoe zie je dat hij op drie cilinders loopt? Dat hoor je gewoon. Okay. Dat is gewoon het geluid dat hij en hij hoort op vier. Terecht. Hij hoort gewoon heel rustig stationair, maar hij loopt heel onregelmatig. Dus, dat is niet goed. Maar dan gaan we hem gewoon even binnen rijden. Gewoon zwaar zo. Kijken wat hij zegt. Hij geeft wel duidelijk aan dat het met een verstuiver of iets dergelijks te maken heeft. Dus dat is gewoon... Toch, toch? Maar dan kunnen we volgens mij nu wel een beetje concluderen dat het klopt. Ja. Of is dat heel kort door de bocht? Nee, ik denk dat het gewoon een goede conclusie is. Vervangen hebben wij heel toevallig hier een leenauto staan, René? Ja, die heb je al eerder meegehad. Dan mag je een leenauto van ons mee hebben. En dan kun je ze zo weer, als de auto klaar is, kunt u hem weer omruilen. Wel gigantische... Nou, ik ben blij om dat te horen. Nou, ik vind dat jullie dat heel goed doen. Daar ben ik ook blij om. Wij zijn zelf wel blij, maar... Maar dan moeten we even afspreken. Dan betekent het dus bij deze, dat op het moment dat de auto gerepareerd wordt, het zijn de verstuivers, en hadden we nog wel een van de kabeltje wat voor... Ja, nou goed, dat is onderdeel van... Dat is onderdeel van de verstuivers, dus dat valt dan allemaal onder garantie. Dus dan krijgen zij geen rekening? Nee. Laten we dan ook afspreken als de auto klaar is, dat wij hem dan bij jullie persoonlijk brengen. Met een ontbijtje en een fles champagne. Ja, brengen wij de auto, weten wij ook precies hoe hij rijdt. Prima, als jullie toestemming heb ik daarvoor. Dan brengen wij hem naar jullie huis toe. Ja, prima. Dan gaan we dat doen. Het is grandioos om te horen, echt waar. Gaan we dat doen. Hoe voelt dat? Nou, kijk. Ja? Ja, echt? Ja, meen ik serieus. Het is, er valt een druk van je schouders. Hartstikke goed. Ik wens jullie nu echt... Hartstikke bedankt. Ja, ik hoop dat het helemaal goed gaat. Mijn vingers zijn crossed. Hartstikke bedankt. Succes met alles en... goeie reis. Oké, dag. Nou, Jochem. Ik stuur de rekening nog wel. Jij wel. Ja. Doei. Goed. En nu op naar Gorredijk, naar meneer Thuissen. We hebben wel meer zaken over auto's, zoals de zaak van Jacques van Nuenen. Hij kocht een 20 jaar oude camper en daarmee wilde hij door verschillende skigebieden gaan rijden. Na anderhalf jaar komt hij erachter dat de onderkant compleet verrot is.
De verkoper, Mathieu van Asselt, die zegt ja, een 20 jaar oude camper en dan pas na anderhalf jaar terugkomen, dat kan gewoon niet. Wat het meest erg is dat hij niet adequaat wil meedenken over een oplossing die passend is bij mijn behoeftes. Het werd gewoon neergelegd als zijnde van ik wil mijn geld terug. Of je betaalt gewoon de gehele reparatie, wordt ingeschat op om en nabij de 3000 euro. Ja, maar hij geeft gewoon niet thuis. Het enige wat hij zegt is van ja, hij is 20 jaar oud, dus geen garantie. Gewoon patsboom, verborgen gebrek, jij bent verantwoordelijk. Dit is natuurlijk een, kijk even, dit is net als karton, zie. Hoor je hem kraken? Ja, ja, het is, ja. Het is helemaal kast van rot. Dit is een proces van jaren. Oh, wacht even, gaat de bodemplaat al door? Eens kijken, zegt hij. Het is bordkarton, is het gewoon. Maar dat had je toch vorig jaar moeten kunnen constateren. Dat kan toch niet anders? Nou ja, als je aangeeft dat de camper in prima status. Tot hier is het oké. Okay. Had gemoeten of het is niet gebeurd. Een keurmeester die moet niet afgaan op uitspraken van het is een goede staat. Nee, je moet gewoon zijn keurwerk doen. En meester Visser besluit dat Jacques 10.000 euro van meneer Van Assel terug moet krijgen. Blij? Ja, zeker. 10.000 euro ja. Terug. Heel mooi. Nieuwe camper kopen. Wel even een koopkeuring doen de volgende keer. En een schroefdraaier meenemen misschien. De familie van Son die krijgt ook problemen met een camper. Ze huren er eentje van firma Camperfun. Ze hebben hem goed verzekerd. Ze betalen 1.000 euro borg voor eventuele schade. En zij denken, niets kan ons meer gebeuren. Op naar het Gardameer. Maar dan slaat het noodlot toe. Het werd opeens zwart en het begon gigantisch te hagelen. En we moesten echt gewoon schuilen om ervoor te zorgen dat we zelf niet geraakt werden. De shampooflesjes werden bijvoorbeeld omgeslagen door de hagelstenen. Dat waren echt wel, geen duiveieren, maar wel flinke hagelstenen die echt wel schade kunnen veroorzaken. Toen de bui voorbij was, zijn we als een speer naar de camper toe gegaan. En toen kwamen we erachter dat er toch een put zat in de alkoof. In onze opinie was het duidelijk. Bovenhoofdse schade is een eigen risico van 1000 euro. De macht van Camperfun is natuurlijk, die heeft me borg al. En die zegt gewoon, je krijgt het niet terug. Nou, dan kunnen wij hoog en laag springen, maar we kregen het niet terug. Het gemak stoort mij waarmee Camperfun de borg inhoudt. En het was ook een klein beetje zo dat ze mailden van, je had naar de radio moeten luisteren die dag. Ja, dat doen wij niet op vakantie. De familie van Son vindt het een verzekeringskwestie. Maar Camperfun zegt, die 1000 euro borg, die krijgen jullie niet meer terug. Had je maar beter op moeten letten en voorzorgsmaatregelen moeten treffen. Maar ja, zo'n hagelbui zien aankomen, kan dat? Voormalig weerman John Bernard, die geeft antwoord op de vraag. Jaren geleden, en ik was gediplomeerd meteoroloog, toen huurde ik een zeilbootje aan het Gardameer, een gammel bootje. Ik zit midden op het meer, ik word overvallen door zo'n bui ook, met enorm veel storm, regen en hagel. En met heel veel moeite ben ik aan de kant gekomen. U als weerman, als expert, had dat moeten zien 's morgens? Nee, kun je niet zien. Nee, is dat onmogelijk? Kun je niet zien. Je kunt in de weersverwachting hoor je ook nooit, er komt hagel vandaag. Er wordt hooguit gezegd, er komen buien, felle buien, onweersbuien met kans op hagel. Maar dat kun je niet van tevoren helemaal zien. En je kunt ook het Italiaanse weerbericht, zo je dat kunt horen. Spreek je Italiaans? Nou, niet zo goed. Nou, mijn Italiaans is ook niet zo best hoor. Dus ik weet ook niet wat hagel is in het Italiaans. Nee, precies. Ik zou het niet verstaan. Natuurlijk werd de familie van Son overvallen door de hagelbui midden in de zomer. En toen die losbarstte, kon zij slechts lijdzaam toezien hoe het dak van de huurcamper door die hagelstenen werd beschadigd. Maar betekent dit dat deze schade daardoor ook niet voor hun risico komt? Ik beantwoord deze vraag ontkennend. Het gaat immers om bij normaal gebruik in die streek te verwachten schade, net zoals bijvoorbeeld bij ruitbreuk, lekke banden en krassen en deuken. En bovendien, het was de keuze van de familie van Zon en niet die van de eigenaar, de familie De Kuiper, om naar het Gardameer te rijden. Dit is mijn uitspraak en daar zult u mee moeten doen. Dank u wel. Voor jullie is het natuurlijk, ja, teleurstellend, want het is toch 750 euro op de vakantiepret, zoals u zelf al zegt.
Ja, maar de rechter heeft gesproken en daar heb ik vrede mee. Volgende keer toch maar weer kamperen? We gaan ons nog even beraden. Ja, in Italië kan het natuurlijk flink tekeer gaan. Maar hier, in ons oneindige laagland, staan we natuurlijk ook niet gek te kijken van een stevige bui. Meneer Tijgelen heeft dan wel geen last van hagelstenen, maar wel van regenwater. Want bij een fikse regenbui staat zijn hele achtertuin blank. En hij vindt dat woningcorporatie Elking haar bewoners op het droge moet houden. Maar Elking zegt, ja, je achtertuin bestraten zonder waterafvoer, dat is vragen om problemen. Nou, dat is de hele hap. Hier zo. Dat erger je dood aan. Ik bedoel, dat is elke keer na een flinke regenbui. Dan staat de hele troep die staat hier onder water. En de modder onder de tegels die komt naar boven. En dan wordt er verteld dat het dan van mijn schuld is, van de tegels. Nou, daar klopt helemaal geen ene fluit van. Niemand komt er kijken. Ik bedoel, en red je kloten maar. Nou, dat zijn we dus niet van plan. Ik heb gezien dat er bij de heer Tijgeler achter op zijn terras water staat. En wij zijn van mening dat dat een probleem is die ontstaan is door het feit dat de heer Tijgeler zijn bestrating verkeerd heeft aangelegd. En ook nog eens dat er een tuinhuis is geplaatst aan het eind van die bestrating die ook dat water tegenhoudt. Wat de reden is, dat is gewoon omdat ze de bodem niet hebben gebruiksklaar hebben gemaakt om een tuin aan te leggen. Die onderlaag die is klei en die klei die wordt helemaal samengeperst door het zware bouwverkeer. En nou, daar wordt de modder op gegooid en nou, red je dan maar. Om de zaak goed te onderzoeken moet meester Visser zijn kaplaarzen aantrekken, want de hele boel gaat onder water. Ik wil nu rigoureuze maatregelen nemen. Ja. Hij kan. Geef me door. Hij kan. Spuit hem maar. Zo, we gaan spuiten. Ik weet niet of je niet vastgehouden moet worden. Kom op. Oh, dan wordt het gelijk goed schoongespoeld hier. Ja, goed. Ja, goed. Hoppakee. We hebben zo ver gekocht, helemaal niet. Stop maar, we hebben het al gezien. We hebben het al gezien. Ja, dit is een perfecte. Want het gaat anders niet goed. Ja, dat moeten we niet hebben. Kijk. Nee, maar dit is een heel veel water. Maar je kan zien waar het ongeveer staat, hè? Ja, nou ongeveer. Nou, daar staat hier nummer liter 10 tot 12 vierkante meter. Kijk, er komt water van alle kanten, van de buren ook. Ik bedoel, daar is, die hele rij is allemaal wateroverlast geweest. Ja, ja. Maar dat water moet weg. Ja. Dus dat water moet naar beneden. En of daar nou een zandlaag tussen zit of een stuk gebak. Ik bedoel, het blijft op die leemlaag blijft het hangen. Ja. En dan kunnen we gaan praten wat er allemaal bovenop moet. Het gaat erom wat er onder bezig, in die grond bezig is. En niet wat erop ligt. Elking, daar hoort feitelijk een vijver achter te staan, hè? Elking vijver. Nou, ja, maar zo ligt het gewoon. Ik bedoel, ik ben er uiterst cynisch over. Ja. Ik zit daar al een jaar te klooien, hoor. Het eenzijdig denken van Elking, die zegt dan, we hebben ernstige wateroverlast en daar gaan we wat aan doen. Maar wat blijkt nou? Zij doen er wat aan. Alleen aan de eigen tegels en niet aan van die woningen. Ja, ja, die redden zichzelf maar. Nou, daar ben ik dus niet van plan. Naar mijn oordeel wordt de wateroverlast voornamelijk veroorzaakt door een te dun zandbed gecombineerd met onvoldoende afschot van de bestrating. Als de door Tijgeler ingehuurde mannetjes de tuintegels vakkundig hadden gelegd, wat ze hadden moeten doen dus, dan was er geen probleem geweest. En dat betekent samengevat dat Tijgeler
de zaak zelf in orde moet laten maken en niet Elkien. Dit is mijn uitspraak en daar moet u het mee doen. Dank u wel. Nou, we komen volgende week wel een keer langs. Prima. Ja. Ja, oké. Okay. Ja? Ja, ook jou. Oh, wat was meneer Tijgeler teleurgesteld over de uitspraak. Meester Visser die snapte er helemaal niets van. Het is inmiddels 2 jaar verder. En hij vroeg ons om er even langs te komen. Hier ben ik. U bent er al. Nee, maar ik zie u niet hoor. Ik ben slechtziend. Bent u van de Albert Heijn? Bent u van de Albert Heijn? U mag geen reclame maken. Piep van de Ethos en van de Dirk van de Broek en de Jumbo. Dag meneer Tijgeler, hoe gaat het? Van de Broek, komt u verder? Ja, wat ontzettend leuk om u te ontmoeten en om zomaar in uw huis te komen. Wat heeft u allemaal mooie dingen aan de muur hangen? Ja, ik dacht dat Jessica zou komen. En ja, het is hier zo dat we hebben een oplossing. En, ja, want laten we even meneer Tijgeler, we gaan even... Ik wil eventjes inderdaad in die prachtige tuin kijken. Want hier is wat veranderd, dat zie ik gelijk al. Het is minder diep geworden dus en het is meer verspreid. Daar stond ook water en staat nog water als het regent. Maar het is met een kwartier, een half uur is het pleiten. Wat is er verder gebeurd dan? Want de uitspraak was geweest. En ik weet nog dat die meneer van Elkin die boog zo naar je toe en die zei... Ik kom nog wel een keertje bij u langs gaan. Ja. Ik heb hem eerst wakker moeten schudden, maar dat geeft helemaal geen enkel bliksem. Maar waar het om gaat, het bleef regenen en ja, toen spetterde het goed. En toen ben ik gaan fotograferen en toen bleek dus dat dat stond onder water en dat stond onder water. En toen hebben de jongens weer benaderd, toen heb ik gezegd, moet je eens even luisteren. Het hele zaakje staat er onder water en het loopt niet af. Ja. Nou ja, daar moesten ze doorheen. Oké. Okay. En toen heb ik gelijk in dezelfde range, heb ik dus de jongens die dat opknapten. Ik heb gezegd, maak er eens een prijsje hiervan. Nou, dat was 250 piek. Ik zei, ja, dus ze moeten jou horen als je toch bezig bent. Hartstikke idee. Ze zijn nog een keer terug geweest omdat het niet goed was. En nou, de situatie van vandaag is gewoon hebbelijk. Nou, nu is dit opgelost. Ja, moet luisteren, ik heb er vrede mee. Dus nu is het gewoon klaar. Oké. Okay. Hoor ik nou de bel? Ik hoor een doorbel. Ja, dat weet ik allemaal niet. Er staat iemand. Zal ik even kijken wie er voor de deur staat? Ja. Oké. Okay. Als het mijn minnares is, dan moet ze volgende week maar terugkomen. Als het een minnares is, moet ik zeggen dat u er niet bent. En als ze dan vraagt wie ik ben? Ja, dan ben jij de invalste. Oké. Okay. Ja, dat is ook. Zo, weet je wie er is? Nee, dat zou Sinterklaas zeker niet zijn. Het is Sinterklaas, dat is een beetje vroeg voor. Het is gewoon de directeur van Elkien. Dat lijkt me sterk. Meneer Bonnema, kijk eens wie hier is. Hier. Hallo. Goedendag, meneer Bonnema. Alex Bonnema. We kunnen wel zeggen het is alleen van de huurder, maar we voelen ons ook wel verbonden met onze huurders. Dus hebben we gezegd van joh, ook naar ons toe kunnen we de vraag stellen, kunnen we nog een handreiking doen. En we hebben uiteindelijk een handreiking gedaan en zijn samen eruit gekomen om het probleem van het terras gewoon op te lossen. In gemeenschappelijkheid. Ja, want hij heeft een beetje meebetaald. Maar dan blijft natuurlijk de vraag, waarom was dat dan niet mogelijk voor de rijdende rechter? Nee, maar dat heeft één oorzaak. Dat heb ik je al verteld. Ik bedoel, deze meneer is een groot grutte. En die heeft klein gruttekens in dienst. En hij is bezig dus met, omdat hij groot grutter is, met een grote portemonnee. En die jongetjes die in dienst heeft, die zijn dus bezig met een klein portemonneetje. Dus als we het over hebben, een paar honderd, en is het, voor hem is dat maar weinig. Maar die jongens die het uit moeten voeren, die denken, zo, de mieters, die hebben zelf een klein portemonneetje. Dat is een veel grotere. Dus die gaan heel anders te werk. En dat is gewoon de fout in de maatschappij. Mm-hmm. Degene die het uitvoert, die staat er anders tegenover als degene die de opdracht... Maar ja, de conclusie is dat het dus nu wel opgelost is. Ja. Ja, nou, opgelost is het niet, maar ik leg me erbij neer. Omdat als het niet kan zoals het met, dan met het maar zoals het kan. Dus hebben we een eind goed al goed, ja, meneer Tijgeler. Dat kun je wel zeggen. Meneer Tijgeler is tevreden, wij ik zijn tevreden. Ik vond het toch dus, hartstikke leuk dat ik even langs kwam. Ik zou bijna letterlijk zeggen, zand erover. Ja. Nou. Ja, dat wou ik even zeggen. Wij gaan dan nog even verder, zeg ik. Dit was het voor vandaag. En volgende week hebben we alweer de laatste aflevering van Wordt Vervolgd. En dan ga ik terug naar die beruchte zaak in Sliedrecht. Ik heb er een beetje een hard hoofd in dat die twee nog goed met elkaar gaan. Maar dat zien jullie volgende week. Dag. Hoe is het precies nou geëscaleerd? Ja, hoe is het geëscaleerd? Omdat wij niet geloofd worden. Maar de bemiddelaar gelooft u toch wel? Nee, ook niet. Want die zeggen ook dat de veren van de hekken af zijn terwijl ze erop zitten. Nou, dat,
dat is niet erg. Hij laat het water nou over mijn pad lopen met die slang. Ja. Iedereen is anders. Gelukkig wel.